Welkom bij Arabia Teaching. Wij zijn een taalinstituut met de passie voor de Arabische taal. Wij bieden cursussen aan voor zowel broeders, zusters en kinderen. Voor meer informatie over onze lespakketten en aanbod, kun je terecht op www.arabiateaching.nl. De verkeersboetes worden tegenwoordig steeds hoger. Skandara helpt gratis bij het aanvechten van je verkeersboete en heeft veel successen geboekt. Skandara regelt ook uitstel van betaling in deze moeilijke periode. Kijk op www.skandara.nl. En dat was ook voor jou confronterend? Want ik heb gewoon 2-3 uur snel lopen naar een sigaretje te zoeken. Ja man, dat was voor mij heel confronterend. Omdat, vooral omdat, zeg maar, ik was al bezig met mijn gebed en weer naar de moskee gaan. En het lukte niet altijd even goed, maar de momenten dat het wel lukte voelde zo goed voor mij dat ik het niet wou verpesten. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. En die broeder valt eigenlijk tegen jou uit van nee, dit wat jij doet is fout, dit mag niet. En snap je, op een hele harde manier. Ja, tuurlijk. Ja, jij gaat dan niet naar huis met het gevoel van deze broeder heeft mij dit en dit verteld, ik ga erover nadenken en misschien heeft hij wel gelijk. Of het enige gevoel waarmee jij naar huis gaat is het gevoel wat je op dat moment van hem hebt gekregen. En dat is een vervelend gevoel. Ja. Het is precies wat je zegt. Dat wat je net allemaal opnoemt, dat is waar ze over nadenken. Maar de andere kant, vertelt niemand ze, dus daar denken ze ook niet over na. Maar ja, mijn ding is, ik wil dat nu wel vertellen, zodat mensen ook gewoon een eerlijke keuze kunnen maken. En een bewuste keuze kunnen maken. Ja. Dus ja, het is, ja, geld, wat is geld waard uiteindelijk, snap je? Geld gaat niet jouw gezondheid kopen. Geld gaat jou niet innerlijke rust geven. Geld kan geen vrijheid kopen. Snap je? Ja, tuurlijk. Er zijn heel veel dingen wat geld jou niet kan geven. Mm. En ik denk dat mensen, zeg maar, niet stilstaan bij de negatieve gevolgen ervan. Had ik ook broeders om me heen. En dan ben je aan het chillen, praten, dit, dat, bla, bla. En dan zegt eentje misschien van, ja, ik ga even naar de moskee, man. Of ik moet even bidden. Of... Ja, ja. Het zijn confronterende momenten, omdat ik bij mezelf denk van, oh ja, daar was ik ook nog mee bezig. Heb jij een winstgevende website nodig, of een complete huisstijl voor je bedrijf, of wil je domineren op social media, dan ben je bij Urban Designs op het juiste adres. Denk bijvoorbeeld aan hoge score op Google, of meer volgers scoren op social media. Bij Urban Designs werk je met een ervaren team die jou hierbij kan helpen. Dus als je next level wilt gaan met jouw bedrijf, werk dan met www.urbandesigns.nl. Circuit Herenmode is gespecialiseerd in herenmode van Italiaanse en Duitse modemerken. Met kennis van het assortiment en de laatste modetrends werken we samen aan de wensen van u als consument. Bestel nu via de webshop www.circuitherenmode.nl of bezoek ons winkel aan de Zwarte Janstraat 66A in Rotterdam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, onze broeder Youssef. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoe gaat het met je broer, alles goed? Alhamdulillah, gaat goed met jou? Ja, alhamdulillah, goed mijn broeder. Dankjewel dat je bent gekomen, broeder. Helemaal speciaal voor mij naar Dordrecht. Kleine reis. Ja. Op het moment zeg maar, dat je heel een klein stukje ging praten over, zeg maar, over jouw bekering en zo, dat je eventueel wil stoppen met muziek en zo. Subhanallah, heel mijn DM-lijst was helemaal vol. Van praat met deze broeder een beetje, probeer hem te interviewen. Het is echt interessant en zo. En subhanallah, een week later zit je gewoon bij mij aan tafel. Gek, hè? Ja, het gaat sneller, broer. Ja, man. Alhamdulillah, man. Broeder Youssef, kan je jezelf heel kort voorstellen voor de mensen die je eventueel nog niet kennen, broeder? Ja, ik denk dat de mensen mij kennen als Seven Alias. Mijn naam is Youssef. Mijn naam verandert ook officieel. Ja. Ja, ik maak op het moment nog muziek. Maar ik ben nu bezig met mijn laatste album die ik ga uitbrengen. En dan ga ik er een punt achter zetten in Sharpe. Ja, want ik heb nog begrepen dat je nog één album contractueel nog moet maken. Ja. Oké, okay, hoe zit dat dan, broeder? Ja, ik ben nu denk ik een half jaar echt mezelf aan het verdiepen in het geloof. Ja, het verdiepen, gewoon het praktiseren. Ja. En voordat ik daar dus aan begon, ben ik een deal aangegaan voor 2 albums. Die ene had ik al uitgebracht. En ja, er staat dus nog eentje open. Ja. En ja, in de tussentijd heb ik de keuze gemaakt dat ik er eigenlijk niet meer verder wil. Ja. Maar ja, je zit dus nog wel vast aan bepaalde verplichtingen. Dus voor alle duidelijkheid, je bent 6 jaar geleden ben jij bekeerd tot islam. Ja. Oké, hoe is dat proces gegaan, broeder?
Ja, ik denk dat het eerder dan 6 jaar geleden is begonnen. Het begon denk ik al toen ik rond de 15 jaar was. Dat de jongens in de buurt gewoon tegen mij zeiden van kom mee naar de moskee, kom mee naar de moskee. Ik ging telkens niet een beetje eromheen draaien. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat voor kwaad kan het eigenlijk? Het is niet zo dat als ik de moskee binnenstap, dat ik in één keer moslim ben of wat dan. Ja, tuurlijk. En toen ben ik meegegaan en de warmte geproefd, zeg maar, van de broederschap van de islam in de moskee. En dat gevoel is eigenlijk nooit meer weggegaan. Vanaf toen bleef ik gewoon met een van mijn beste vrienden destijds op de vrijdag naar de moskee gaan. En op een gegeven moment viel het eigenlijk een beetje weg, omdat ik in de muziek rolde. Mijn 16e, 17e. Ja. Ik werd ook al vrij snel bekend, zeg maar, met op het grote podium. Ja, er was niet echt veel tijd en de interesse verging ook gewoon een beetje in het geloof. Dus muziek gemaakt, steeds bekender geworden. Maar wel altijd in mijn achterhoofd gewoon dat warme gevoel gehad van de eerste keer dat ik in de moskee stond. Ja. Dus tussentijds wel gewoon naar de moskee gegaan. Ja, alles was om de 3 maanden of om de 4 maanden of wat dan ook. Maar ik ging telkens dat gevoel weer opzoeken. Oké, spannend. Dus je was wel, zeg maar, ook al zat je in die muziekwereld, je had wel elke keer in je achterhoofd van, ja, ik moet weer naar de moskee gaan of zo. Omdat ik gewoon telkens wel word geconfronteerd natuurlijk met Je bent een tijdje gewoon ermee bezig geweest en ook intensief bezig geweest. En dat is het gevoel wat ik daar, zeg maar, heb gevoeld, is niet een gevoel dat zomaar verdwijnt, zeg maar. Ja, ja. Maakt niet uit hoe druk je ook met muziek of wat dan ook bezig bent. Het is niet een gevoel wat zomaar verdwijnt. Dus ja, ik bleef gewoon teruggaan. Ene moment, ik had wat langer voor, was ik 2-3 weken bezig met het geloof. Dan word je weer teruggetrokken door al die slechte energie van die muziek. Ja. En zo ging het gewoon heen en weer, totdat ik eigenlijk switchte van management. Toen kwam ik bij Brahim Foradi en Mo Foradi terecht. Ja. En die zijn ook, zeg maar, met het geloof bezig. En dat is weer een confrontatie voor mij op dat moment. Omdat ik zie hun gewoon bidden, ik zie hun naar de moskee gaan. En dat is iets wat ik eigenlijk gaandeweg een beetje heb laten liggen. Oké. Dus zo ging het weer spelen. Ja, ben ik weer gaan lezen, filmpjes kijken, al die dingen. Ja, spannend. Ja, het is wel heel bijzonder. Ja, zo kwam ik steeds dichter bij het geloof. Dat ik op een gegeven moment zo ermee bezig was en met Mo een gesprek had. En dat hij tegen mij zei van, wat houd je eigenlijk tegen? Nou ja, wat mij tegenhield waren natuurlijk de zondes die ik beging op dat moment. Ja. Roken, drinken. En ik vond mijzelf, zeg maar, hypocriet als ik mezelf zou bekeren en door zou gaan met die ding. Totdat hij tegen mij zei van, ja, maar stel dat je er morgen niet meer bent. Het is toch beter als je gewoon, als je al weet dat je er klaar voor bent, dat je het gewoon doet en dan aan jezelf stap voor stap gaat werken. En dat heeft toen zo aan mij geknaagd dat ik, ik denk niet veel later, minder dan een week later, tegen hem heb gezegd van, ik wil bekeren. Dan ben ik bekeerd. Subhanallah. Oh. Die gevoel die je had gekregen, zeg maar, toen je de moskee binnenkwam. Ja. Kan je die gevoel beschrijven, bro? Okay. Ik ben iemand die gewoon heel erg op zichzelf is. Ik heb natuurlijk wel gewoon vrienden en zo. Maar ik ga niet gewoon van tijd alleen. En mijn vrienden weten ook hoe ik in elkaar zit. Ja. Ik ben niet iemand die per se heel veel aandacht nodig heeft van zijn vrienden of wat dan ook. Als ik jou wil zien, check ik jou. Als ik jou niet wil zien, en jij checkt mij, zeg ik nee, kom ik niet. Of, je bent gewoon een vriend van jezelf. Ja, maar het moment dat ik de moskee binnenkwam en ik wist natuurlijk gewoon eigenlijk heel weinig, niks. En mensen zien dat aan je toch? Zeg maar, je bent in het gebed aan het kijken van hoe moet het? Of, ja, tuurlijk. Je bent een beetje zenuwachtiger. Ja, toch? Ja, dan heb je gewoon mensen die naar je toe komen van, hé broeder, kan ik je ergens bij helpen? Of fijn dat je er bent, of je toch? En dat vond ik gewoon een topgevoel, man. Ook gewoon het gevoel, zeg maar, iedereen staat tegen elkaar aan.
je toch? Ja, tuurlijk. Het is gewoon echt broederschap. Ja, gewoon samenhorigheid, zeg maar. Je toch? Ja. Dat zie je niet op veel plekken, man. Nee. Dus dat vond ik gewoon heel mooi, man. Ja, dat mooi. En die gevoel, zeg maar, die gevoel heeft altijd, zeg maar, wel een rol gespeeld. Ook al was je een rapper. Dan denk je van, ja. Hey, maar ik wil terug naar dat gevoel. Ja, zeker. Vooral gewoon omdat op een gegeven moment in die rapwereld verlies je, zeg maar, een beetje dat... hoe moet ik dat zeggen, man? De rust. Ja. Omdat je gewoon, je wordt eigenlijk geleefd. Je bent bezig constant shows doen, interviews doen, studio, liedjes maken. Je bent gewoon constant bezig. En je hebt niet even dat moment wat je bijvoorbeeld in het gebed hebt. Dat je even die één op één interactie hebt. En vergiffenis kan vragen en stil kan staan bij dingen, snap je? Ja, letterlijk een gesprek met jouw schepper. Ja. Dat is wat ik miste. Wat ik eigenlijk deed was... Op het moment dat dingen fout gingen, of echt heel erg fout gingen, dan ging ik om vergiffenis vragen. Terwijl alle momenten dat dingen goed gingen, ging ik niet mijn dank uitspreken voor de dingen die goed gingen. Oké, okay. Hey, en jouw thuissituatie, hoe ben je opgevoed in de zin van geloof? Ben je christelijk opgevoed of zo? Of wat? Ja, we zijn katholiek opgevoed. Ik ben gedoopt, communie gedaan, alles. Ja. Maar... ik heb nooit echt een gevoel erbij gehad, eigenlijk. En op een gegeven moment werd eigenlijk ook gewoon losgelaten. We gingen niet meer naar de kerk. Ik was helemaal niet meer mee bezig. Ik geloofde wel in God, maar wat, zoals ik zeg, van... alleen op de momenten dat het slecht ging, eigenlijk. Ja, ja. Dus... dus zeg maar alsof die turbulentie in de lucht... met dat hevige turbulentie is, dan schreeuwen mensen, oh my god. Ja, en als je, zeg maar, weer aan het land is, dan dat ze het vergeten. Precies. Ja, ja. Terwijl de momenten dat je, zelfs al dacht ik alleen op de slechte momenten, de momenten dat het slecht ging eraan, en ik ging bidden, kreeg ik wel oplossingen. Ja? Snap je? Ik kreeg wel oplossingen. En ik stond er misschien op dat moment niet per se bij stil dat ik die oplossingen kreeg, waardoor ik ook niet daarna, zeg maar, mijn dank uitsprak voor de oplossingen die ik heb gekregen. Ja. En kan je een voorbeeld noemen, broer? Ik denk niet zo 1, 2, 3 een specifiek voorbeeld. Maar op het moment dat ik in een vervelende situatie zit en iets gaat fout en ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. En ik bid voor een oplossing. En ik zie niet per se dat de oplossing is die ik heb gekregen. Ja. Maar het is wel opgelost en ik ben verder gegaan. En ik zit niet meer met dat vervelende gevoel. En achteraf, als je dan terug gaat kijken, denk je van... hey, het is wel gek dat nadat je hebt gebeden en hebt gevraagd om een oplossing, dat opeens dit op je pad is gekomen en je niet meer met dat gevoel zat, snap je? Ja, subhanallah. Ja. Lama Berk. Dus even terug te komen naar Brahim. Je kwam weer met Brahim en Mohammed kwam weer in contact en die broeder zag jij bidden en zo, dus dat was weer confronterend voor jou. Ja. Ja, hoe ben je daar die tijd, zeg maar, mee omgaan dan? Het was voor mij heel moeilijk. Omdat vanaf het moment... dat ik, zeg maar, daarmee geconfronteerd werd. Er zijn meerdere momenten dat ik daarmee geconfronteerd werd. Ook voordat ik bij hen zat. Ja. Dan ben je aan het chillen, praten, dit, dat, bla, bla. En dan zegt eentje misschien van, ja, ik ga even naar de moskee, man. Of ik moet even bidden. Of... ja, ja. Het zijn confronterende momenten, omdat ik bij mezelf denk van, oh ja, daar was ik ook nog mee bezig. Dus ja, dat. Dat werd gewoon, omdat het iets dichterbij kwam, omdat ik gewoon met Mo en Brahim dagelijks contact had. Werd het gewoon nog meer confronterend. Maar niet in een vervelende zin. Want ik had eindelijk gewoon mensen aan wie ik, waar ik me gewoon goed bij voelde om vragen te stellen. En ja, wat ze wisten, konden ze me antwoord op geven. En wat ze niet wisten, hebben ze ook gewoon heel veel vrienden. Ik heb ook gewoon heel veel mensen ontmoet, zeg maar, via hun die wel beschikken over bepaalde kennis over de islam. Ja. En waar ik gewoon mijn vragen heb kunnen stellen. Lama Berk, netjes Youssef. Broeder Youssef, waar is het bij jou gaan borrelen, broeder, dat je wat meer serieuzer bent gaan worden met jouw geloof? Ik denk vanaf het moment dat ik bekeerd was, ja, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik echt wilde praktiseren. Maar ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. Zeg maar, met het gebed oppakken, dat leek voor mij de eerste stap.
Maar dat was gewoon heel moeilijk, omdat ik het gewoon graag goed wilde doen zoals het hoort. Zoals, snap je? Ja, zoals, tuurlijk, tuurlijk. Zoals ik het zie, zoals ik het zie bij mensen die gewoon al kunnen bidden. Het compleet plaatje moet veel zijn. Ja, gewoon het complete plaatje. En niet met, niet met een, of een telefoon moeten zitten of met een blaadje of wat dan ook. Dus daar zat ik met mezelf al in strijd. En ja, op een gegeven moment... gewoon heel veel confronterende dingen, maar je bent dan bekeerd en mensen weten dat en zien zeg maar wel de zondes die je pleegt, dan ga je daarop aanspreken en je gaat daarover nadenken. Kijk, ongeacht of dat op een goede manier of op een wat vervelendere manier gebeurt, ze hebben wel gelijk. Het is iets wat je doet wat niet hoort, snap je? Natuurlijk. Dus dat zijn dingen waar ik gewoon op het moment dat ik voor mijzelf zit, gewoon over na ga denken. En ja, wat ik zeg. Zeg maar, ik dacht er wel over na, maar ik wist gewoon niet per se zo goed waar ik moest beginnen. En op een gegeven moment kwam voor mij vorig jaar ergens het besef dat het roken en drinken, dus wat, hetgene waardoor ik eigenlijk niet wilde bekeren, ja, dat dat gewoon de voornaamste reden is waardoor ik niet helder zie. En okay, dat is gewoon iets wat ik, waar ik mee moet gaan stoppen, zodat ik mijn focus en mijn discipline en al die dingen weer terugkrijg. Ja. Dus toen heb ik op een gegeven moment voor mezelf besloten van, weet je, nee, ik moet nog eerst zeggen, de corona kwam. Ja. En het werd gewoon een rustigere tijd. Dus je had geen shows, ik had gewoon meer tijd voor mezelf om na te denken, tot mezelf te komen, tot rust te komen. En toen op een gegeven moment ben ik gaan beseffen van, oké, nee, dit roken en drinken is wat mij weerhoudt van bepaalde dingen doen en bepaalde volgende levels in mijn leven aantikken. Toen ben ik naar Thailand gegaan, ben ik daar gestopt met roken en gestopt met drinken. De kamer naast mij zat een andere broeder die naar de moskee ging, zeg maar op de vrijdag. Tegen mij zei, kom mee, ben ik met hem meegegaan. Vanaf daar ook mijn gebed gewoon geprobeerd te onderhouden. Ja. En de ene keer lukte het 3 keer op een dag, de andere keer 2 keer, de andere keer wel 5 keer. Maar vanaf de eerste keer dat ik zeg maar die 5 keer had geproefd, ja, dat gevoel was zo goed. Van dat ik heb alles op tijd gedaan, ik heb alles goed gedaan. Ja. Dat ik dacht van, dit wil ik vasthouden. En het lukte natuurlijk niet altijd even goed. Maar het heeft me wel die power gegeven op het moment dat ik terugkwam in Nederland. Om tegen mijzelf te zeggen van, hey, jij moet nu echt... zorgen dat je je gebed goed gaat leren. Ja. Zodat je, want het was ook toen bijna Ramadan toen ik terugkwam. Zodat je in de Ramadan gewoon jouw gebeden kan verrichten, inshallah. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Ja, ja, ja. Zeg maar, Thailand heeft je echt gewoon jouw... Daar ben je echt gewoon bewuster geworden van Ja, het heeft me echt... het is niet normaal het roken, het drinken, dat gaat me niet meer verder brengen. Zo. Ja, het heeft me echt heel goed gedaan. En op dat moment, zeg maar, daar in Thailand ook... Wat ik net al zei, we hebben net al een gesprek gehad. Maar daar kreeg ik ook weer een moment dat ik na 2 of 3 weken dat ik daar zat. Dat ik in de nacht gewoon rondjes begon te lopen. Ik wou graag roken. Ik dacht echt aan, ik heb even 1 sigaret nodig. Rondjes lopen. Op een gegeven moment begon ik mezelf allemaal verhaaltjes te vertellen van, weet je, eentje is niet zo erg. Koop gewoon die sigaretten, dan haal je gewoon eentje eruit, gooi je het gewoon weg en daarna rook je niet meer. Dat. Dus op een gegeven moment kwam ik zo ver dat ik nu, ik ben naar buiten gelopen. Ik zat op mijn scooter, ik heb contact aangemaakt, alles. Ik dacht bij mezelf gewoon, waar ben je mee bezig, bro? Ja. Je weet toch, je bent nu al 2, 3 weken, je bent al zo ver. Ga je nu alles wat je hiervoor bent gekomen weggooien voor 1 sigaret. Contact uitgemaakt, weer naar binnen gelopen, ben ik gaan bidden. Ben ik gewoon gaan vragen om kracht, zodat ik niet meer dit gevoel heb dat ik gewoon die drang voel om te roken. Ja. En ja, subhanallah, vanaf dat moment heb ik geen 1 keer meer het gevoel gehad dat ik moest roken. Man. Subhanallah, ja. Wow, prachtig man. Mashallah. En dat was ook voor jou confronterend? Dat ik ook gewoon 2, 3 uur snel loop naar een sigaretje te zoeken? Man. Ja man, dat was voor mij heel confronterend. Omdat, vooral omdat... Zeg maar, ik was al bezig met mijn gebed en weer naar de moskee gaan. En het lukte niet altijd even goed, maar de momenten dat het wel lukte, voelde zo goed voor mij dat ik het niet wou verpesten. Ja. Dus dat was voor mij heel confronterend dat ik dat gevoel had, man. En ja, wat ik zeg, ik heb mijn gebed verricht en ik heb dat gevoel niet meer gehad. Ja.
Dus ik heb gewoon gekregen waar ik om heb gevraagd. En daar moet ik ook dankbaar voor zijn. Ja, zeker, zeker. En dan, dan kom je terug naar Nederland. En dan ben je weer de artiest 7 alias. Ja. Hoe is dat veel gegaan, bro? Ja, het was heel moeilijk. Ik had... even kijken. Ik had toen mijn show staan. Nu volgens mij in februari. Ik kwam in januari terug. In februari had ik mijn show staan. Ja, en dan heb je natuurlijk dat je moet gaan oefenen. Mensen die naar jouw show aan het toeleven zijn. En jij die eigenlijk met een hele andere mindset terug bent gekomen. En de rust hebt geproefd. En ja, eigenlijk niet meer muziek wil maken. Ja. Dus het was gewoon heel lastig voor mij. Ik leefde gewoon helemaal niet naar die show toe. En ja, op het moment dat ik daar stond en mijn show had gedaan... eigenlijk met het laatste nummer klaar was. Ik had het niet eens voor mezelf bedacht dat ik het zou zeggen of dat ik het naar buiten zou brengen of wat dan ook. Maar ik stond daar gewoon en ik dacht, ja, wat moet ik met dit gevoel, man? Ja. Het beste wat ik gewoon kan doen is het gewoon uitspreken. Want ik ben iemand, ik hou me graag aan mijn woord. Dus op het moment dat ik het uitspreek, dan ga ik ook een soort pressure op mezelf zetten. Ja. Dat ik me er gewoon aan wil houden. Ja, belofte aan jezelf. Ja, precies. Dus ik stond gewoon daar en ik heb gewoon vanuit mijn hart gewoon mijn zegje gedaan. Gewoon gezegd van ja, ik ben er gewoon eigenlijk klaar mee. Ik denk dat het voor mij tijd is om een stap achteruit te doen. Gewoon die muziek los te laten. Ja, zo eigenlijk. Ja, subhanallah. En jouw mensen om jou heen, hoe heb je die geregeld, broeder? De mensen van mij, om mij heen, echt dichtbij, ik denk dat die het al wel een tijdje aan is aangekomen. Ze gaan natuurlijk aankomen. Ja, het moment dat ik terugkwam vanuit Thailand, niet naar de studio ging, terwijl ik gewoon gewend ben om naar de studio te gaan, bijna elke dag. Ja. En gewoon gesprekken die je hebt natuurlijk met de mensen om je heen. Ja. Denk ik dat ze al wel begonnen te merken van, volgens mij heeft hij er echt geen zin meer in. Ja, subhanallah. Youssef, ben jij een gevoelsmens? Ja. Ja? Ja. Ik ben heel erg gevoelsmens. Ja. En dat heeft je ook misschien getriggerd om moslim te worden? Dat je zeg maar heel erg op je intuïtie afgaat? Ja. Ja. Zeg maar wat ik zeg, gewoon alles gaat op een gegeven moment sens maken, toch? Natuurlijk. Zeg maar, ik weet niet zo 1, 2, 3 hoe ik een voorbeeld moet geven, maar we hebben net een gesprek gehad erover. Ja. Dat ik misschien een hadith lees. Of wat dan ook. En dat ik het gewoon kan toepassen op een situatie in het dagelijks leven. En zo zijn er in de Koran zeg maar, antwoorden voor alles wat er in het dagelijks leven gebeurt. Ja, ongeacht of we op dat moment mee eens zijn of ready zijn om te accepteren dat het zo is of niet. Mm. Dat moment gaat wel komen op het moment dat je gewoon over gezond verstand beschikt. En gaat nadenken erover. Ja, ja. We hadden net ook heel kort over het benaderen. Van dat je daar ook zeg maar, heel gevoelig voor bent. Ja. Op een gegeven moment wil je gaan praktiseren, maar je staat letterlijk aan de top van de rapwereld. Dus je weet niet waar je moet beginnen, je weet niet waar je moet eindigen. Ja. Dus hoe is dat voor jou, broeder, dat mensen jou een beetje bot benaderen? Of dat mensen jou een beetje op een harde manier benaderen? Ik heb het heel lange tijd heb ik het er lastig mee gehad. Ja? Ja, ik heb het heel lang lastig ermee gehad, omdat eigenlijk... Je bent in je hoofd gewoon, weet jij dat je naar een punt toe wil werken, dat je gewoon wil praktiseren en dingen goed wil doen, maar je weet niet waar jij moet beginnen. En op het moment dat jij dan bijvoorbeeld iemand een vraag stelt, dat is niet eens iemand die jou benadert. Jij gaat iemand een vraag stellen, dus je hebt alle moed bij elkaar geraapt om aan deze broeder te vragen van, hey, ik zit hier en hier mee, ik doe dit of dat. Wat zegt de islam daarover of hoe moet ik daarmee omgaan? En die broeder valt eigenlijk tegen jou uit van, nee, dit wat jij doet is fout, dit mag niet. En snap je, op een hele harde manier. Ja, tuurlijk. Ja, jij gaat dan niet naar huis met het gevoel van, deze broeder heeft mij dit en dit verteld, ik ga erover nadenken. En misschien heeft hij wel gelijk. Of het enige gevoel waarmee jij naar huis gaat, is het gevoel wat jij op dat moment van hem hebt gekregen. En dat is een vervelend gevoel. Ja. De manier waarop hij tegen jou sprak, staat jou niet aan. Dat is het eerste waar je aan denkt. Dat is waar jij mee naar huis gaat, waar je over gaat nadenken wanneer je thuis komt. Ja, waarom? Ik heb zoveel moeite gedaan om mijn zegje te kunnen doen. En ik krijg alleen maar negatieve energie terug. Ja. Dat is waar je dan over na gaat denken. Terwijl op het moment dat iemand jou gewoon benadert op een zachtaardige manier. En
niet oordeelt over jouw situatie, maar wel jou zeg maar de handvaten geeft van hoe het wel zou moeten, ja, dan ga je bij jezelf zitten en erover nadenken. Subhanallah. Ja, ja. En dat was ook zeg maar, hoe de profeet Ali sallallahu alaihi wasallam deed. Zeg maar, hij was nooit zeg maar, in een veroordelende rol. Ja. Hij zocht altijd een oplossing. Ja. Dat is ook misschien hoe het bij jou soms mis is gegaan. Dat je zeg maar, alle moed bij elkaar hebt geraapt om zeg maar, jouw vraag te stellen. En dan word je keihard afgebrand. Ja, precies. Dan ga je alleen maar verder weg. Precies. En ook gewoon natuurlijk, ja, kijk, vanaf het moment dat mensen wisten dat ik bekeerd was. Wat ik net tegen je zei, ik heb een keuze gemaakt. En tegen mezelf gezegd dat ik gewoon mezelf ga verbeteren. Stapsgewijs. Maar ja, dat is tussen mij en die broeder waarmee ik dat gesprek heb gehad. Ja, ja. De mensen buiten, die weten dat niet. Dus voor hen is het gewoon van, je bent bekeerd, jij moet nu alles goed doen. Okay. En alles wat je fout doet, gaan we jou op afrekenen. Ja, gewoon zo zwart-wit letterlijk. Gewoon. Ja, precies. En, ja, dat, ja. Daar had je wel moeite mee. Ja, daar had ik zeker moeite mee, man. Ja, ja, maar ja, ik weet, ik geloof niet voor andere mensen, snap je? Dus wat uiteindelijk, het is vervelend en ik heb een vervelend gevoel eraan overgehouden. Maar wat andere mensen zeggen, kan niet zorgen dat ik niet meer geloof. Ja, nee, precies, 100%. Ja, ja. Youssef, je hebt zeg maar, je bent heel lang rapper geweest. Wat kun je die mensen adviseren die zeg maar, diezelfde gedachte hebben van, ik wil rapper worden, ik wil zeg maar doek hebben, ik wil veel aanzien hebben. Wat voor advies geef jij die jongeren, broeder? Kijk, het is precies wat je zegt. Dat wat je net allemaal opnoemt, dat is waar ze over nadenken. Maar de andere kant, vertelt niemand ze, dus daar denken ze ook niet over na. Ja, mijn ding is, ik wil dat nu wel vertellen, zodat mensen ook gewoon een eerlijke keuze kunnen maken en een bewuste keuze kunnen maken. Ja. Dus ja, het is ja, geld, wat is geld waard uiteindelijk, snap je? Geld gaat niet jouw gezondheid kopen, geld gaat jou niet innerlijke rust geven, geld kan geen vrijheid kopen. Snap je? Ja, tuurlijk. Er zijn heel veel dingen wat geld jou niet kan geven. Mm. En ik denk dat mensen zeg maar niet stilstaan bij de negatieve gevolgen ervan. Vooral als jij een broeder bent die gelovig is. Misschien niet per se met dien bezig is op dit moment. Maar wel weet dat je dat ergens later een keer wil oppakken of zo. Denk goed na, man. Want op het moment dat je zeg maar beslist dat je het wil oppakken en je zit in bijvoorbeeld de situatie waar ik nu in zit, dat je vast zit aan contracten en weet ik veel wat allemaal, ja, is gewoon een vervelend gevoel. Ja, 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 dat begrijp ik best, ja, subhanallah. Youssef, jij bent nu ook vader, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hoe is dat voor jou, zeg maar, dat je nu vader bent geworden met betrekking tot de islam erbij? Ja. Hoe is dat voor jou, bro? Ben je dankbaar of zo? Of wat? Ja, ik ben zeker dankbaar, man. Alhamdulillah, ik ben zeker dankbaar. Alleen, ja, niet alleen. Ik heb gewoon nog meer de drang nu om kennis op te doen, zodat ik het juiste voorbeeld aan mijn kinderen kan geven. Ja? Ja. Dat is heel belangrijk, man. Ik denk, zeg maar, het juiste voorbeeld begint vanuit thuis. En dat geeft mij gewoon de drang nog meer om dingen goed te doen, man. Wil jij jouw kinderen ook echt de islam meegeven? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik maak nu gewoon al kleine momenten mee, gewoon voor met mijn dochter. Ik heb voor haar, ze is bijna 2 jaar. Volgende maand wordt ze 2 jaar. En ik heb voor haar gebedskleed gekocht. Want ik merkte gewoon, telkens als ik ging bidden, dan kwam ze naast me staan. En dan ging ze steeds, pikte ze 1 ding op. Op een gegeven moment ging ik bidden, ging ze naast me staan, ging ze zo staan. Ja. Toen op een gegeven moment ging ik naar beneden, ging ze ook meedoen. Ja, ja. Maar daar zitten misschien 2 of 3 weken tussen. Maar telkens pikte ze iets op, pikte ze iets op. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En ja, nu doet ze gewoon bijna het hele gebed mee. En dat is nog niet eens 2 jaar, snap je? Ja, lang maar werk. Dus dat zijn gewoon gekke dingen om te zien. Man. En dat heeft mijn ogen ook geopend met, zeg maar, hoe belangrijk het is om het juiste voorbeeld te geven. Ja, zeker. Op het moment dat jij als vader zijnde zelf niet bidt en dat ergens later over 10 jaar oppakt, hoe ga jij je dochter zeggen, ja, ik wil dat jij nu gaat bidden 5 keer? Ja, precies. Ze gaat tegen jou zeggen, hey man, toen jij ging toch ook bidden toen je zin had. Ja. Ik heb nu geen zin, ik bid over 10 jaar wel. Ja, ja, koekje van eigen deeg. Ja, Allah, ja, ja. En je ouders, broer, ja, hoe gaat jouw moeder hiermee om als ze jou ziet bidden? Ja, mijn moeder is altijd gewoon heel respectvol omgegaan met mijn keuze, man. Tot op de dag van vandaag, op het moment dat ik nu ga bidden en weet ik veel, de muziek staat aan, ja, of wat dan ook. Maak ze gewoon de muziek uit, zeg ze tegen iedereen, hey, stil blijven, je broeders aan het bidden, of je toch? Ja, ja. Dus ik heb wat dat betreft
heb ik echt niks aan steun gemist, man. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma barik. Netjes, maar Allahumma barik. Dus het is, maar, er is een hele wereld voor jou open gegaan. Nu je zeg maar praktiserend moslim bent geworden. Ja, of je iets meer bewuster bent. Ja, ja, zeker, zeker. Vooral de rust, man. Ja. Ik heb echt, ik vind echt heel veel rust. Ik leer ook gewoon, doordat ik meer boeken aan het lezen ben, lezingen aan het volgen ben, leer ik gewoon ook met heel veel situaties omgaan en vrede vinden, zeg maar, met heel veel situaties. Waar ik gewoon, ja, vroeger, als er een vervelende situatie was, misschien ik heb geen contact met iemand en ik zit mij dwars van, waarom heb ik geen contact met diegene, of waarom loopt dit zo, of heb ik nu gewoon, dingen lopen gewoon zoals ze moeten lopen, man. En ik ben gewoon een persoon die er gewoon positief in staat en heeft leren om mensen te vergeven, zeg maar, hoe groot de daad ook is. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik, ja, vroeger had ik altijd het gevoel dat er een soort vergelding moest zijn voor alles. En vooral op een negatieve manier. Ja, nu, ja, wat moet je doen, joh? Ja, ja. Ik laat mensen gewoon in hun waarde. En mogen Allah ze leiden, inshallah. Amin, Allahumma, amin, amin, broeder. Broeder Yusuf, denk je wel eens aan de dood? Ja. Ja? Ja. Ben je bang voor de dood? Bang is een groot woord. Ik ben meer, ja. Ik denk dat ik me gewoon meer zorgen maak omdat ik nu weet, zeg maar, alle slechte dingen die ik heb gedaan. Ja. Waar ik nu tegenaan loop, omdat ik nu, zeg maar, over bepaalde kennis beschik over wat goed en fout is. Dat ik gewoon niet genoeg tijd zal krijgen om dat recht te trekken, zeg maar. Ja. Om goede daden te verrichten. Ja, spannend. Ik ben niet per se bang voor de dood, om dood zelf te gaan, maar wel dat ik gewoon dood ga en niet dezelfde energie aan goede daden heb kunnen geven als wat ik aan slechte daden heb gegeven. Ja, ja. Maar dat ook, weet je, ook al zullen we heel ons leven goede daden verrichten, van de eerste mens tot de laatste mens, dat is niet alleen dat we het Jannah binnen gaan, hè. Het is alleen met de barmhartigheid van Allah. Ja. Ja. Kijk, het is niet per se dat ik, het zeg maar vergelijk met elkaar of zo, maar ik vind het gewoon zonde van de tijd, zeg maar, die ik heb besteed aan al die slechte dingen. En ik hoop gewoon dat ik ook diezelfde tijd krijg, of nog meer tijd zelfs, goede dingen kan doen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Want je kan wel, zeg maar, gebruik maken van jouw van jou bereik. Waarom? Maar dan is het goed, inshallah. Ja, zeker. Maar broeder, laat dat kunnen toe, rahmatillah. Zeg maar, je moet niet wanhopen aan de barmhartigheid van Allah, subhanahu wa ta'ala. Waar we het net over hadden, over die hadith, weet je, dat, zeg maar, dat er engelen zijn geschapen om te gaan kijken, zeg maar, voor kennis. En er zit eentje, hij heeft helemaal niks te maken met die groep kennis. Maar ook Allah heeft hem ook vergeven. Hij zit er alleen maar bij, broer. Begrijp je? Dus je moet nooit wanhopen aan de barmhartigheid van Allah. En dat jij bent geleid, alhamdulillah, dat je moslim bent geworden, dat je stopt met de muziekwereld. Dat is een grote ni'ma, dat is een grote gunst. Dat moet je niet onderschatten, Yusuf. Echt, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons standvastig maken, man. Ja. Broer Yusuf, ik hoor jou een keertje zeggen in een interview dat het muziek maken jouw uitlaatklep is. Ja. Is dat nog steeds zo of heb je nu een hele andere richting gevonden? Ja, ik ben al sinds dat ik terug ben ik misschien één keer de studio in geweest. En ik heb niet het gevoel dat ik naar de studio wil gaan. Alhamdulillah. Ik denk niet meer dat dit mijn uitlaatklep is op dit moment. Maar ik vind heel veel rust in het leren van Arabisch. Werk. Ik ben nu bezig met Arabisch leren. Gewoon, zeg maar, niet qua de taal nog, maar wel dat ik de Koran kan reciteren, inshallah. En ja, ik haal daar gewoon heel veel voldoening uit, man. Ja. Ik haal daar gewoon heel veel voldoening uit op het moment dat ik een nieuwe vers heb geleerd, of een nieuwe letter heb geleerd, en, of een zinnetje kan maken, of een woordje kan maken. Ik haal daar gewoon heel veel voldoening uit, dus... En heb je al wat gememoriseerd van de Koran, broeder? Ja, versen vooral. Ja. En ik heb sinds kort heb ik Ayatul Kursi geleerd. Allahumma barak. Dus, de troonvers. Ja. Allahumma barak. Netjes, broer. Ja, je weet misschien de vervolgvraag, weet je, of je die ook wil doen of zo, maar dat zijn jou, broer, hè? Ja, is prima. Ja, toch? Ik ben wel benieuwd, broeder. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم
لهم ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي أشفه عنده إلا بإذنه يحلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم بارك اللهم بارك يا برادر. Prachtig man, broeder. Allah subhanahu wa ta'ala jouw standvastig maken ons allemaal, broeder. Inshallah. Subhanahu. Mooi man, broeder. Allahumma barik, broeder. Ja man, dus van een automatisch piloot, studio's in, uit en zo. Alhamdulillah, heb je nu rust gevonden. En je wilt zo verder gaan, inshallah. Alleen je hebt nog één album uit te brengen. Dat zit gewoon onder contractueel. Ja, zit je er helemaal aan vast. Ja. Maar daar kan je helemaal niks meer mee, broer. Het zijn dingen die je bent aangegaan, snap je? Dus ja. Je moet gewoon voldoen aan je verplichtingen. Maar ja, mocht Allah subhanahu wa ta'ala jouw situatie vergemakkelijken, broeder. Ja, mogen Allah me vergeven. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, broeder. La taqnatu min rahmatillah. Wallah, inshallah, probeer gewoon ja, zoveel mogelijk je omringen met goede broeders, goede mensen om je heen, broeder. Dan zal je zien dat je ook stap voor stap gewoon beter wordt. Want ja. Islam, subhanallah, dat haalt gewoon de beste versie van jezelf naar boven. Snap je? Als je het echt gaat praktiseren. En daarvoor is de profeet, alayhi salatu wasalam, onze voorbeeld, broer. Laqad kana fi rasulillah uswatun hasana. Hij is onze voorbeeld. Van Adam tot laatste, iedereen maakt fouten, broer. Welke de beste om degene die fouten maken, zijn degene die zeg maar terugkeren naar Allah, subhanahu wa ta'ala. Dat is precies wat ik zeg. Ik haal gewoon uit verschillende verhalen haal ik gewoon mijn rust en mijn manier om met dingen om te gaan. Ja. Ik heb toevallig heb ik gisteren of eergisteren heb ik ook verhaal heb ik gelezen ja. van Yusuf en zijn broers die hem in de put hebben gegooid. Ja. En dat hij ze uiteindelijk heeft vergeven. Subhanallah. Dat vond ik echt een inspirerend verhaal, man. Zeg maar, ik heb altijd moeite gehad met mensen vergeven die mij dingen hebben aangedaan. En, snap je? Maakt niet uit. En wie ben ik om boos te blijven op mensen zoals Jozef zelf zijn broers kan vergeven? Nadat ze hem hebben achtergelaten en hij zelfs in de gevangenis is beland, hoe dan ook, of in gevangenschap is beland. Zo zie je al wat jaloezie met je kan doen. En zelf zijn vader die het verhaal niet geloofde, maar toch niet aan de schandpaal heeft gehangen of iets. Hij heeft gewoon altijd geloofd dat de waarheid boven water zou komen. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dat zijn levenslessen, broeder. Tuurlijk, dat leert mij ook zeg maar, om gewoon te vertrouwen op Allah, snap je? Dat is wat ik eruit haal. En ook gewoon ja, ook in mijn omgang met mensen. Mensen zijn gewoon onwetend. En sommige mensen doen jou dingen aan. Je weet niet wat erachter zit. Of je weet niet waarmee zij zitten. Waardoor ze jou bepaalde dingen aandoen. Snap je? Ja. Dus, de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ik probeer daar niet meer op te oordelen. Man. En iedereen gewoon te vergeven voor zijn daden. En Allah te laten oordelen over hun daden. Zeker, zeker. Allah merkt dat je gewoon zelf... Allah zegt... Allah tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Zeg maar, wens jij het niet dat Allah jou zal vergeven? Dus daarvoor moet je ook vergevingsgezind zijn naar mensen toe. Ook al doen ze onrecht aan, je ziet het gewoon. Welke keer vergeven ze gewoon omwille van Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja, man. En ook voor jou, broeder, heb ik een cadeautje natuurlijk. Even kijken. Ik heb deze boek voor jou. De superioriteit van kennis, broeder. Zeg maar, een boek wat ik jou wil geven. En hou je een beetje van lezen of niet, broer? Ik zeg eerlijk, ik hield nooit van lezen, ja? Maar gewoon hoe ik mijn kennis haal uit het geloof, ja. Ben ik het wel fijn gaan vinden om te lezen, want ik lees wel veel nu. Ja, maar dit is ook een boekje over tawhid, broeder. Het onderwijzen van de tawhid, dat is zo belangrijk, broeder. Dus zeg maar, daar gaat het uiteindelijk om, hè? Waarom we zijn geschapen, broeder. Ja, dit is ook een islamitische agenda, broer. Ja, de boodschap, exclusief aan de mannen. Ja. Deze, broer. En... Ook deze, de correcte geloofsovertuiging. Dan zeg je mijn best. Alsjeblieft, broeder, dit is een klein cadeautje voor jou. Barakallahu. Hoe fieke, barakallahu karim. En inshallah, ben je ook een beetje een honingeter, of niet, broer? Jawel. Ja, toch? Jawel. Want je bent nu training, toch? Je bent nu... Ja. Je bent nu kickboxer, toch, broer? Ja, man. Deze, broer, deze krijg je ook van mij een cadeautje, broer.
Dat is gewoon een biologische honing vanuit Marokko. Waardeer ik, man. Ja, toch? Geen stress, man. Grote pot, man. Ja, het is een kilo, bro, weet je. Dat is voor jou toch. Maak je moeder ermee blij, weet je. Je vrouw, je kinderen en zo, weet je. Dat is ook gezond. Dus, nogmaals, broeder, heb je nog het laatste advies voor de kijkers eventueel? Ja, wat ik al zei, man. Denk gewoon na over waar je aan begint en ook wat de nadelen ervan kunnen zijn. En niet alleen maar aan de voordelen. Want vroeg of laat ga je toch tegen de nadelen aanlopen. Ja, toch. En ja, ik hoop dat het gewoon een beetje voor iedereen duidelijk is geworden waarom ik deze keuze heb gemaakt. Ik heb heel veel mensen ook zien roepen, ja, je weet toch, je doet het voor aandacht of wanneer je geld op is, kom je terug. Dus ik zeg heel eerlijk, ik ga nog liever werken, een baan zoeken, dan dat ik weer ga rappen, snap je? Dus, ja, ja. Voor mij, dit is echt mijn keuze die ik omwille van Allah heb gemaakt. En ik mag Allah mij vergeven voor die laatste album die nog online gaat. Amin, amin, broeder. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal vergeven, broeder. En ik wil nogmaals bedanken, Sius, voor je tijd en voor je moeite, broeder. En inshallah, broeder, omring je gewoon met goede broeders. Wallah, omring je gewoon met goede mensen. Je hebt mijn nummer, broer. Ik kan me altijd bellen, je kan me altijd appen, broer. We rezen gelijk naar Almere, broeder, als het moet, hè. Gaat zeker goed komen. Dankjewel, beste mensen. Beste mensen, ik ga afscheid van jullie nemen. Dit was mijn speciale aflevering met broeder Yusuf. En vergeet niet te abonneren, beste mensen. En tot de volgende aflevering. En oh ja, nog de laatste mededeling. De kleine moskee in Amsterdam, Moskee Rahme, die hebben onze hulp echt hard nodig. In de beschrijving zal ik een link plaatsen. En doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.